Chantal Verberne, een van de bestuursleden van Dongen IJs. Ja, ik doe communicatie binnen het bestuur. En ja, portefeuille om de DICE mee te maken, de website te maken en alle communicatieuitingen. En bestuurslid, gewoon binnen het algemene bestuur. En wilt u iets tegen de Dongense jeugd zeggen en mensen krijgen dat ze hier naartoe moeten komen? Ja, nou ja, dit is uiteraard de 9e keer dat Dongen IJs wordt georganiseerd. En we hebben er met alle vrijwilligers en alle sponsoren hebben we weer heel hard gewerkt om een mooie editie neer te zetten. Ook dit jaar is de DICE-baan weer voor de allerkleinste. De curlingcompetitie is uitgebreid. En wat we nu ook hebben op de zondagmiddag, hebben we elke zondagmiddag hebben we een heel leuk kinderprogramma. Waar de kinderen geanimeerd worden in de winterhuiskamer. Dus echt top om naartoe te komen. We kunnen ook een speciale kaart kopen. Waarmee je dus voor 7,50 kunt schaatsen, frietjes en een snackje krijgt. En ook suikerspin en een popcorn. Het is een echt een hele leuke kindermiddag. En verder hebben we natuurlijk gewoon een heel leuk muzikaal programma ook nog naast het schaatsen. En tot wanneer is het open? We sluiten op zondag 3 januari. Ik hoop dat de jeugd weer komt. Ja, dat hopen wij ook. Iedereen is van harte welkom, dus graag. Vanavond is de opening, hè? Vanavond is de opening, dus iedereen kan nog tot de nodige uurtjes terecht hier. Oké, graag gedaan. Jongeman, jij gaat schaatsen, neem ik aan? Ja. Ja? Ja. En doe je al lang schaatsen? Ja, vorig jaar en die jaren daarvoor ook. En nou ga je lekker schaatsen huren of heb je ze voor eigen schaatsen? Nee, ik heb eigen schaatsen. Maar. Eigen schaatsen, doe maar nu. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen veel plezier en we zien jou straks even tussen de demonstratie geven. Dankjewel. Oké. Okay. Jullie beheren de schaatsen, neem ik aan. Ja, onder andere. En doe je dit al lang? Dit is voor mij het derde jaar. En doen jullie schaatsen uitlenen? Uitlenen en innemen, weer op terugzetten. En we doen ook de koekensopie erbij. En welke schaatsen zijn dat? Gewone schaatsen, hockey schaatsen en we hebben bordjes voor de allerkleintjes. En wel wordt het meest verhuurd? Eigenlijk alles. Alles? Ja, gaat heel erg hard. Eigenlijk alles. Oké. Okay. Hey, hi. Doe je dit ook al aan? Het is het tweede jaar. Tweede jaar. Ja. Ik weet het hartstikke gezellig. Ja, dat is heel gezellig hier. Ja, we hebben onderling een heel gezellig team. Ja. Nou, ik hoop dat jullie heel veel schaatsen verhuren. Ja, dat is allemaal lukken. Succes. Dankjewel. Vrijwilligers van Dongen IJs. Welkom op deze 9e editie van Dongen IJs. We hebben gisteravond de aftrap gehad voor onze vrijwilligers met de eerste instructieavond. En we hebben afgelopen weken weer hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de kinderen in Dongen. En natuurlijk ook voor de ouderen, voor de keuringcompetitie. Ik wil eigenlijk vanaf deze plaats een heel groot applaus voor onze vrijwilligers die afgelopen weken, maanden weer druk bezig zijn geweest om het hele circus op te bouwen en klaar te zetten voor vanavond en voor de komende 3 weken. En ik vind dat dat sowieso een applausje verdient als start van Dongen IJs. Nu heb ik dit jaar, ik kan weer de speech van vorig jaar pakken, maar dat is ook zo'n heel verhaal. Ga ik niet doen. Ik wil heel graag onze burgemeester naar voren halen om samen met de burgemeester Dongen IJs te gaan openen. Zal ik je even helpen? Ja. Welkom. Hoezo Dongen IJs gaat door? Natuurlijk gaat Dongen IJs door. En dat hoeft namelijk helemaal niet. Want uiteindelijk is het maar de vraag of al die vrijwilligers er weer klaar voor zijn om te kunnen helpen. Je zei al net, jullie hebben gisteravond een aftrap gedaan. En dat is wat nou echt zo typisch Dongen is. En ja, waar ik echt ongelooflijk trots op ben, dat altijd kan. Al die vrijwilligers. En dat is nou in Dongen doen we dingen samen. En voor mij is Dongen IJs één groot feest. Ja, je zegt al dat de vrijwilligers natuurlijk super belangrijk. Maar het grootste groep die nu binnen staat zijn natuurlijk onze sponsoren. Zonder sponsoren ook gewoon geen Dongen IJs. Dat hebben ze gewoon heel hard nodig.
En daarvoor wil ik eigenlijk gewoon echt een super applaus. Wat we geven is een stukje voor jezelf, ook voor elkaar. Heel veel mensen zeggen altijd: domme ijs, het gaat toch gewoon door. Nou, wat de burgemeester zegt, het is helemaal niet vanzelfsprekend dat het doorgaat. Want als er op een bepaalde datum niet een bepaald bedrag binnen is, is er gewoon geen domme ijs. Het is geen vanzelfsprekendheid. En daar hebben we iedereen bij nodig. En ook u als sponsor. Dus ik wil sowieso een hartelijk applaus nu voor jezelf en voor alle sponsoren die hier vandaag aanwezig zijn. En om nou ook heel dommig te laten weten dat we vanavond open zijn, wil ik de burgemeester vragen om door ijs te gaan openen. Een stukje ga je direct meekrijgen van de opening en een stukje ook niet. Een groot gedeelte is het vuurwerk wat in het park afgestoken gaat worden dadelijk. Dus daar is wel heel dommig weten dat we open zijn en dat we de komende 3 weken weer bereikbaar zijn. En dat alle kinderen en volwassenen welkom zijn tijdens het schaatsen en tijdens de keuringavonden. Dus burgemeester, ik wil vragen. Eindt nu? Van de sponsors die, van Dong IJs. Ja, dat klopt. We zijn inderdaad de hoofdsponsor dit jaar. En eigenlijk de reden waarom we dit hebben gedaan is omdat we dit initiatief een zeer warm hart toedragen. En we vinden het gewoon heel erg belangrijk ook voor de, als Dongers bedrijf om zo'n mooi evenement te ondersteunen in de vorm van sponsoring. De Dongerse jeugd en de mensen die zijn echt heel dankbaar daarvoor. Dat hoop ik inderdaad. En ook heel veel dank aan alle vrijwilligers die dit ook mogelijk hebben gemaakt. Zodat wij zeg maar 3 weken lang aan de lopende band winterpret kunnen hebben. We hopen dat u nog lang sponsort. Volgend jaar weer, hè? En gaat u zelf op de schaats? Ik ben een hele goede toeschouwer. Oké, nou bedankt nog namens de Dongerse mensen. Heel graag gedaan. U bent de mevrouw van de poen, hè? Vandaag wel, ja. Ja? Ja. En doet je dit al lang? 7 jaar, denk ik. 7 jaar. Ja. En met plezier, neem ik aan. Met plezier, dat doe je het niet zo lang, hè? Ja. En verwacht je het druk? Ja. Elk jaar wordt het mooier en beter, natuurlijk. Dus. En wanneer denk je dat het drukste dag is, ongeveer? Eerste weekend is het altijd wel drukst. En wisselt dat nog eens een keer? Of ligt het aan de periode of zo? Alle weekenden zijn al heel druk, hoor. Oké, nou, ik hoop dat je heel, heel druk krijgt. En veel verkoopt. Oké, dankjewel. Dames, jullie waren als eerste in de roestbaan, hè? En hoe vonden jullie het? Ja, het was echt superleuk. Hij ging echt hard. En op het begin een beetje bang, hoor, maar daarna was hij echt heel leuk. En vond je het mooi zo met in die mist? Want het met de mist, hè? Met die vuurwerk? Ja, want het vuurwerk was afgegaan en toen moesten we in de mist en in de regen moesten we van de roestbaan. Maar het was eigenlijk een beetje sneu, want die kinderen stonden allemaal in de rij en wij zeiden ja, we willen de roestbaan. Dus wij gingen als twee volwassenen gingen we van de baan af. En jullie wonen in Dongen, neem ik aan? Ja. En jullie komen natuurlijk weer terug, hè? Ja, natuurlijk. Ja, we komen schaatsen, hoor. Oké, nou, veel plezier, dames. En nog een keer in de roestbaan, hè? Ja, komt goed. Doei.